Zeker ben je allergrootste fan. Dat ben ik al vanaf de dag dat ik je ken. Nee, er is niemand die beter past bij jou. Voor jou laat ik echt alles in de steek. Van jou raak ik soms lichtelijk van streek. Want jij bent alles wat ik ooit zocht in een mens. Ik ben je allergrootste fan. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Fans, de Making of. Ja, dat kan jij dat al zeggen? Nou ja, ik doe gewoon wat. Dit is toch voor de fans, is voor Rut thuis, toch? Ja, dus. Precies. De camera loopt, dus houd het even in de gaten. Ja, maar het is ook wel leuk om gewoon af en toe alvast een keertje te filmen, want hoe maakt dat nou uit? Weet je, dat zei ik ook al. Ik zeg, daar hoort er ook bij. Ja, Fans is een programma, dat is een serieus programma, dat heeft ook een making of nodig. Ja, daarom. Kijk, dit is een van onze fans van vandaag. En dit is nummer 2. Dat is, ik ken hun namen nog niet. Alleen hun Facebook-namen. En dat is Nancy. Ik voel me helemaal in mijn element. Tracy en Dixie, maar ja, we weten nog niet wat hun echte namen zijn. Maar het is heel spannend. Ze hebben nog geen oog voor mij. We zijn nog heel druk met opmaken en alles. Ja, lekker soep, Janneke. Ja, ik ga lekker. Fans in de keuken. Oh. Zenuwachtig voor het grote concert, hè, dames, vanavond. Ja, joh. Ja. Oh, hij is er weer. Ja, joh. Hij, gewoon zo uit het graf, hè? Zo uit het graf. Ja. Ik weet niet wat. Ze krijgen hem er niet onder, hè? Ja, kijk, mijn Bonnie en. Hoe heet je fans eigenlijk? Bobby. Bobby. Kijk, mijn Bobby. Bobby Vanwel. Bobby Vanwel is dit, hè? Bobby Vanwel toen. Het was Bobby Vanwel, maar en wanneer is dat nou zo begonnen? Ja. Nee, Bobby is nu naast hem. Vanavond komt die ander. Is die echt dood? Ah, oh. Nee. Wel als een schok bij de dames. Eén van de drie was... Dan moet ik even sluiten. Vanavond treden die meegeworden op en die gozer die is dood. Er wordt instant in, hebben ze. Is dat leuk? Ik weet nog dat ik wat kan doen. Ik denk dat Bobby daar heel leuk aan ik vind, vonden. Ik vind wel dat ik kan ook wel wat bij. Wat van glitters. Glitters. Maar zo zie je je borst er niet. Zo zie je borst. Dat doe ik niet, want ik zit dan met de hoodie bij haar zo. Kijk, dames bereiden zich voor. Ik dacht dat hij niet dood was. Ik dacht wel, maar jij bent zwanger geweest, hè? Oh, dat is het. En nu ben ik weer zwanger. Hoe heet die? Cheryl. Cheryl. Dat is dan Bobby. Bobby Vanwel. Bobby Vanwel. Bobby Vanwel. En dat is het Cheryl geworden. Oh. En waarom zitten jullie hier nou in de keuken? Nou, zo? De baby ligt in de box. Ja. We zijn hier aan zo, want we roken wel. Oh, we roken wel. Bij afzuigen. Oh, even vast, dan gooi ik daar van bier in. En je denkt, dan kan je de cadeautjes. Maar de cadeautjes wel bij dan? De waarschuwkap. Ja, want bier is thuis zo duur, hè? Dus dan doen we altijd een liter glas bier mee. Even voordrinken, net zoals vroeger. Wat heb je er ook aan? Nee, wat heb je er ook aan? Bier. Kijk dan. Oh ja, dit staat er ook op. Ah, lach weer. Oké, ik ga vroeger. Vroeger deden we dat ook altijd zo. Oh, dat ken ik altijd. Oh. Maar het hadden we nog pizza ambol, daar bier. Ja. Zo'n zoete spul, dat was ik ken niet meer. Dat lukt niet meer, dames. Daar hebben we zo'n keer voor moeten overgeven. Ja? Eén keer maar. Maar jij hebt een sherry glas. Wat zeg je? Sherry. Ik hoef geen glas. Ik heb sherry glas. Ja, natuurlijk heb ik sherry glas, meid. Wat denk je? Hey, kast, ik moet de pump zo nog even aantrekken. Kast vol, jongen. Kasten vol Sherry glazen, ja. Ik neem maar een Sherry. Maar we doen wel verstandig om de hand bij je goed eten voordat we gaan. Oh ja, ik zie het. Goed eten. Ik heb opzetten. Soepje. Even lekkere kip. Ja. Hè? Lekkere kip. Nou, doe die Sherry maar gewoon in de bierglas, hè? Nee, de andere glas. Welke dan? Zij is ook van de chic. Van de die verschrikkelijke valse lachjes er goed inhouden, dames. Oh. Hey, we zijn comedie, hoor. We willen uit de glas drinken. Ja, het zet toch wel in glas. Voelen deze dat nu, hoor? Ja, ik niet. Hey, en Rut, die was altijd goed gedaan. Ja, Rut, maar Rut, die heeft nou een man en kinderen. Ja. Die is helemaal. Is ze er niet meer bij het groepje? Nee, die is helemaal. Ze doet iets raar met studeren en zo. Ja, daar heb ik tijd voor. Ze doet iets raar. En ze woont ook zo in het huis ineens, hè? Oh ja.
Maar dat boot het dus niet meer zo. Iemand even op de knop. Nou, als we de single zeggen. Als we de single zeggen welke dag, maar ze is een beetje veranderd. Ze doet een beetje raar. Ja, ze is een beetje veranderd. Ze doet zo heel raar en zo. Ja, en die man en die kinderen en dan die studie. Maar studie, ja. Dat. Weet je, studie, dat. Maar hoe doet ze dat? Hoe spel je dat, studie? En ze doet gewoon zo van. Nee, ze doet gewoon zo van. Ze gaat een salon openen binnenkort. Oh, dat is ja, aan huis. Want dan kan ze bij de kinderen blijven. Ik heb wel mijn nagels laten doen. Hij lijkt het echt voor. Misschien moet toch maar weer een keer bellen. Ja? Zullen we eens bellen? Door, want dan kan ik ook met de salon? Dat is juist bedoeling. Kunnen we wel even goedkoop doen? Hoe ging dat vroeger dan? Nou, vroeger waren we met z'n vieren. Zij was eigenlijk wel de meeste jongens had altijd. Zij had de meeste jongens. Nee, man. En dan ging ze af. Wacht even. Ze pakte mijn vriendjes al. Oh, zo was het. Oh, zo was het. Ja, Johnny Smaak. Hang op mijn dat was gewoon tweede keus. Oh. En volgens mij heb ze ook wel met Marco gehad, hoor. Ja, zeker weten. Zij wel. Zij wel. Wij niet, maar zij niet. Wel. Ik ook niet hoor. Nee? Ik ken jullie groep helemaal niet. Nee. Ik ben van de making maar over. Maar ja. De make-up. Ja, de make-up. Dat is hartstikke leuk. Fans. Ja, was leuk. Ja, wat een echt. Gingen we naar de Bonnie en met z'n vieren. Wat was leuk. Met z'n vieren naar Bonnie en met z'n vieren dan. In de KB-bar was die nog een keer geweest. In de KB-bar. Ja, zo hebben we het al wel niet mogen. Ik heb hem vergeten. Mooi. Eerst de klare beek. Ging we lekker zwemmen. Top. Xandra, hier is de spuit zelf hoor, van de groep. Ja, die bonus. Ah, kijk eens, bonus. Wie jij nou? Ja. Dat is de vijf. Oh, kijk, we hebben een laten maken. Oh nee, dat was de eerste handtekening die we hebben gekregen. Dat is de eerste handtekening. Dat was de eerste. En dit ben ik. En dit is de Patrice. Dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Dit is Trace. Trace is vanavond. Toen ze nog jonger was. Oh, wat leuk. Wat leuk. Even uitleggen. Ah, kijk. Dit is vanavond. Bonnie M. Allerlaatste optreden. Wees erbij. VXL. Bonnie M. Klump en niet die andere. Zoomen voor de fans. Fans. Kijk. Oh ja, dat heb ik toegekregen, weet je nog. Oh, nou, dat begint dan. Je had er maar één. Je had er maar één, maar ik had er gewoon vier. Ja, en dan kreeg ik met 10 gulden mee, want dan hadden we gewoon gespaard 10 gulden. En dan, nou, dat begint goed, hè, dames. Ja, en dan hadden we één motto. Dan hadden we zo van, laat mij nou ook eens even wat zeggen. We hadden 10 gulden. Ja. En dan gingen we eerst al die gozers gek maken. Ja. Van, over mijn biertje of een lekker drinken. Doe mij een pizza. Pizza juice. En van ons eigen geld gingen we bier halen. Ja. Vanavond fanclub aan, dat staat hier, dus dat is goed voor ons. Oké. Maar hij kent ons nog wel, denk ik. Tuurlijk kent hij ons van vroeger. Kent hij echt? Oh, zo lekker ding, hoor. Oh. En die wijven, die ziet hij toch niet staan, want hij valt gewoon niet op negerinnen. Nee. Hij valt gewoon nog op. Daarom vond hij Rutte ook nooit leuk. Nee. Die vond hij nooit leuk. Hij vond hij nooit leuk. Hij vond ons allemaal leuk. Hij vond ons leuk. Ja. Maar Rutte dacht altijd wel dat ze... Oh, hij valt was dat mee. Dan ook... daar gingen jullie dan ook backstage? Ja. Ik vooral. Ik ben het eens Oh ja, dat is vies. Ja. Kijk, en wij zijn dan de enige echte fanclub Bonnie en niet die andere. Nee. Dat zijn wij dan. Nee. En wat staat er dan hier? Ja, of aan de deur. Nee, nee. Want die andere, daar hebben jullie het niet zo op, hè? Nee. Zijn, die andere, die wil altijd met die andere. Ja. En niet met die. Kijk. Oh, zijn. Kunnen we stil gaan? Ja, ho, ho, ho. Hij
drinken. Ja, oh ja. We moeten nou even inzetten. Ja, nee, dat is goed. Nou, ophouden! Dat is niet leuk meer. Nee! We hebben het wel afgerond, precies op de muziek. Oké, gaan we oefenen. Nou, de dames gaan nu oefenen. Dan moeten ze maar even alle rust voor kunnen. En dan komen ze dadelijk terug met de rest van het programma. Ik ga het overslaan, maar anders kan ik niet oefenen. Maar wat een talentjes, hè, dames en heren thuis. Wat een lekker ding is toch cool, kijk. Ja, kan je mama nog? Ja, dit is nou je mama. Hey, mama. Zo'n poppetje. Hij doet zo die hand, zijn andere hand doet dan zo. En dan kan ik ze morgen gewoon voor geld in wisselen. Hè? Zeg, ik zie zo toch dat jij misschien ook wel ergens anders een andere, misschien met de familie een andere herkomst hebt. Ja, mijn overgrootvader was ook van die Bobby-achtige. Oh, ja. Ja. Een bananenland. Ach, nee. Uit de bananenland. Ja, en nou staat ze voor PVV hoor, hier zeg. Nee. Wel, nee, luister. Zullen we naar dat concert dan gaan nu? Want ja, we moeten wel een nachtje. Ja, het wordt al donker hè, dames. Ja, eerst mijn busje daar naartoe, dan nog naar de andere bus daar naartoe. Ja, en dan nog... En we moeten op die hakken. En we moeten dus slapen hè. Nou, het lijkt erop dat hij wel voor zichzelf kan zorgen. Oké, kie je dan. Het is geknapt. Niet nu, hè. Het hoeft nou nog niet uit. Ja, maar... Hé, of zal dat truitje eronderuit doen? Hoe laat doen? Denk jij? Want ik kan het niet maken. Het truitje eronderuit doen. Ik denk dat je wel onderuit kan doen. Het is nog best koud zo voor de deur, dames. Wat zeg je? Het is nog best koud zo voor de deur, dames. Nee, maar Voor Bobby hebben wij alles op. Ik kan het in de beeld naast staan hier. Ik ben nou weer 5 maanden zwanger. Waar is er dan van? Ja, dan moet je ook gewoon een condoom gebruiken. Ja, hallo, weet je wat het kost? Nou, dan kan je toch gewoon voor het zingen kerk uit. Kijk gewoon dat kan niet uit voor mij. Nancy, jij toch Nancy? Oké. Okay. Pardon? Nancy. Pardon? Tracy. Pardon? Tracy. Ik weet het niet meer. Dat is Cheryl. Cheryl. Ramona. Nou, zeg. Ja. Al die jaren. Zij heeft iedere keer een andere naam. Ja? Ja, maar hij heeft zo op. Deze is mijn zoon. Ja. Deze is mijn zoon. Oh. Maar Cheryl, Ramona en Ramona. Janice. Janice. Ja. Dat wil jij graag. Hoe heet dat? Ik moet zo nog wel even de hakken moet zo. Janice, ik ben Janice. Omdat ik ook heel goed kan zingen. En zij is Janice van Brok. Omdat ik ook heel goed kan zingen. Nee man, ja. Dat is Janice van die Jackets. Hoe heet ze? Daar zijn ze al jaloers op, joh. Jackson? Een mooie stem van Jackson. Van de Jackets. Ilko, die kan er wel op bed leggen, hoor. Oh, kut. Sorry. Kom maar hier. Ik weet niet eens of je dat ziet, maar ja. Of gewoon, ik kan het gewoon lekker. Die mensen denken dat het carnaval is. Maar het is toch ook bijna carnaval? Het is bijna carnaval. Oh, doe mij ook.